De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie, PALU, heeft vandaag het boek Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie gepresenteerd aan het publiek. De presentatie vond plaats in het partijcentrum. Deze activiteit werd gehouden in het kader van het 40-jarig bestaan van de partij. Het boek is volgens het bestuur van de PALU een analyse over de politieke, maatschappelijke ontwikkelingen die Suriname vanaf zijn onafhankelijkheid in 1975 heeft doorgemaakt. Daarnaast werpt dit boek een blik in de toekomst. Jim Hock, voorzitter van de PALU, beweert dat Nederland de hoofdoorzaak is van de ondermaatse prestaties van Suriname. Volgens hem heeft het moederland bewust een belemmering gevormd voor de ontwikkeling van het land. Nederland geeft ons die onafhankelijkheid. Wij hebben een heleboel dingen verkeerd gedaan. Wij hebben een heleboel verantwoordelijkheid. Maar Nederland weet al deze zwaktes en andere zwaktes die wij hadden. Maar men heeft eigenlijk niets gedaan om ons daarbij te helpen. Integendeel. Kijk, wanneer ze alleen niets hadden gedaan, dan had je gezegd, akkoord, dan gaan we zelf kijken. Maar in plaats van ons dan verder met rust te laten, zijn ze ook nog op ons hoofd komen zitten. En ik zal u niet vermoeien met de details. Ik verwijs u naar het boek. En ik moet u zeggen, in dit boek zijn er talloze voorbeelden te noemen van Nederlandse bemoeienis in Suriname. Die heeft gemaakt dat onze tongtong, onze hersenen, ons hele denken compleet kapot is gemaakt voor een zelfstandige natie. Hock meent verder dat door de bemoeienis van Nederland sommige Surinamers het zelfvertrouwen hebben verloren. Hij merkt op dat de gemeenschap de nadelige gevolgen van die bemoeienis nog onvoldoende beseft. Wanneer we horen dat Nederland die oorlog van Brunswijk heeft gefinancierd, dan lijkt het alsof het ons niets doet. Maar in feite zou iedereen vreselijk boos moeten worden wanneer hij dat hoort, wanneer hij dat begrijpt. Je zou eigenlijk vreselijk boos moeten worden dat er een vreemd land, want Nederland is vanaf 1975 een vreemd land voor ons, een vreemde mogendheid, een buitenland, dat een buitenland hier mensen financiert, huurlingen en Surinamers financiert om onze economie kapot te maken. Om tweedracht te zaaien, om mensen hier dood te maken, om dingen in brand te steken, om productiefaciliteiten kapot te maken. Onze analyse is in een paar woorden dat het 8 december proces niet los staat van al die andere zaken die ik zo net heb genoemd. En dat we het eigenlijk moeten beschouwen als het sluitstuk van de Nederlandse acties in Suriname. Althans, sluitstuk tot dit moment, want we weten niet waar dat nog verder gaat. PALU-voorzitter Jim Hock vandaag bij de presentatie van het boek Laat ons samen de onafhankelijkheid voltooien voor welvaart en welzijn voor een vrije Surinaamse natie. De partij heeft dit boekwerk uitgebracht in het kader van haar 40-jarig bestaan.